Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Met wolkenvelden boven Nederland en uit die bewolking valt van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen. Er is weinig ruimte voor opklaringen, betekent dat we tegen een grijs wolkendek aankijken vanochtend. In het noorden de meeste kans op wat droge perioden, in het zuiden is de kans op wat langerdurigere motregen iets groter. Temperaturen vanochtend 8 tot 12 graden, vanmiddag 10 tot 13. De wind waait matig uit een westelijke richting bij zee vrij krachtig en het blijft aan de wisselvallige kant soms wat druilerig met wat motregen. En in elk geval blijft de bewolking ook vanavond en vanavond blijft het dus ook heel zacht. Dan gaan we naar morgen en dan is het weerbeeld amper anders. Bewolking heeft de overhand, misschien een opklaring in het noorden van het land. En van tijd tot tijd valt er regen of motregen. 12 tot 14 graden en bij zeker aan het krachtig waaien met windkracht 6. Dan de donderdag nog steeds niet heel veel verandering in het weerbeeld. Hoewel de kans op neerslag wel groter is. Temperatuur een graadje inlevert, het wordt een graad of 10. Na donderdag gaat de temperatuur verder omlaag. Het blijft aan de wisselvallige kant. Maar gelukkig is er ook af en toe ruimte voor de zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl